Het Stratums eind, hartstikke veel sfeer. Met mensen die de cityrun gelopen hebben. Mensen die gewoon gezellig een biertje komen drinken. En mensen die nog moeten gaan lopen. En burgemeester Van Gijsel is er daar eentje van, want u gaat meedoen aan een halve marathon. Ja, ik ga om 2 uur beginnen en dan ga ik een halve marathon lopen. Ja. En bent u er helemaal klaar voor? Nou, dat kun je niet zeggen, want eigenlijk ben je er nooit erg klaar voor. Want dan had je nog meer moeten trainen. Ik train veel te weinig. Maar ik vind het wel hartstikke leuk om te doen, want dit is wel de leukste marathon die er zo ongeveer is. Ik heb er ruim 30 halve gelopen en 3 hele. En die van Eindhoven, dat is niet omdat ik burgemeester ben, maar dat is echt de leukste die je in ieder geval in Nederland tegen kunt komen en misschien ook wel in heel Europa. U staat nog in het pak, burgemeester? Ja, ik sta nog in het pak, ja. Dus ik moet ook snel weg, want ik moet omkleden. Nee, dit is ook geen goede voorbereiding. Ik sta ook de hele tijd. Maar het gaat mij ook niet om een hele goede tijd. Het gaat mij gewoon om het gezellig meedoen. En ik u heeft toch wel een streeftijd, zeker? Nou, mijn beste tijd was 1:30. Als ik nu 2 uur haal, ben ik al heel tevreden. Dus het zegt wel een beetje over hoe voorbereid ik ben. Maar dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om met een grote groep mee te lopen. En dat zijn er dus steeds meer. Hè. Elk jaar hebben we er nu meer dan 6.000 die de halve marathon meelopen. Elk jaar opnieuw meer. En dat is toch gewoon een geweldig evenement voor de stad. Ja, want als u hier naar Stratums eind kijkt, dan moet uw hart, denk ik, als burgemeester sneller gaan kloppen. Ja, dus straks wordt het nog veel drukker. Hè. Dat wil je niet weten wat er hier gebeurt. Want het is nu al druk voor de hele marathon. Maar ik heb 7 keer de halve gelopen. En dan is het gewoon de aankomst bij de Alpe d'Huez. Zo druk is het. Je kan er net tussendoor. En dan loop je op wolken. Dat is wel een hele bijzondere ervaring. Dat hebben deze jongens ook hoor. Als die hier lopen, dan weet ik wel wat ze voelen. Dat is namelijk, dat geeft een soort adrenaline. Waardoor je toch weer in 1 keer verder kunt. Nou, gaat u zich maar snel omkleden. Ga ik doen. Dank u wel. Wij gaan hem natuurlijk volgen. Burgemeester Van Gijsel, straks tijdens de halve marathon.